We zijn vandaag in Eindhoven op het TUE-terrein en het is vandaag de 8e editie van Muziek op de Dommel. Ja, bij Muziek op de Dommel is eigenlijk altijd een super relaxte sfeer. Dat hoor je ook van mensen die er nog nooit zijn geweest, die denken, wow, wat is het hier relaxed. Iedereen komt, die gaat lekker zitten, pakt een drankje, gaat lekker zitten op de grond, gewoon lekker ongedwongen genieten. We waren eigenlijk nog een beetje aan het klussen en we hoorden de muziek thuis en toen dachten we, nou dan gaan we even kijken. Dus dat is eigenlijk, dat hoorden we gisteravond al en toen waren we ook aan het klussen, dus even relaxen. Is beter dan een bouwradio? Ja, precies. Ja, zeker. Ik vond het geweldig. Ja, ik kom hier niet vandaan, maar wat een verrassing. Nou, dit is niet de eerste keer dat we hier naartoe komen. Dus we zijn bijna trouwe gasten, kan je zeggen. Het is heerlijk. Je kan nergens beter zijn dan hier, volgens mij. Genieten hier in het gras en een mooi weertje erbij. Niet te warm, dus dat is best prima. Nou, gewoon de omgeving, alles bij elkaar. He, prachtige natuur hier, of cultuur moet ik zeggen. Nee, en de muziek, ja, prachtig. Wat vind je er leuk aan? De muziek. Maar val je er niet een beetje van in slaap? Nee. Gezellig. Ja, mooie dingen. Ja. Mooie dingen, waar zit hem dat in? Ja, muziek, hè. Ik hou van muziek, dus dat is altijd goed. Ja, ik denk dat het weer is en de verschillende podia. Het hoofdpodium zit je lekker langs de Dommel en hier zit je dan weer gewoon lekker op een stoeltje in het gras. Dus van alles wat. Ja, het is wel lekkere muziek om even een beetje bij in slaap te dommelen. Ja, dat ja. Dat is goed, toch? Hoe hebben jullie het vandaag? Ja, helemaal leuk. Zelfs deze dame vindt het leuk. Dus als die meer slaapt, is altijd goed, hè? Het is de muzikale opvoeding. Je kan niet vroeg genoeg beginnen. We zijn vandaag in Geertruidenberg bij de Vestingstedendagen. Die worden georganiseerd, althans in Geertruidenberg proberen we iedere 4 jaar dat te organiseren. En het ligt nu in de bedoeling om meerdere vestingsteden aan elkaar te koppelen en dan in verschillende vestingsteden dit soort festiviteiten te gaan organiseren. Hoe lang heeft u nog? Het is verschillend. Ik ken... Nou, niet zo erg lang meer hoor. Zeker, het is wel heftig. Ja. Ja, het is wel heftig. En er is nog niks voor. Ik ben vandaag Maria Elisabeth, gravin van den Berg, markiezin van Bergen op Zoom en vorstin van Hohenzollern-Echingen. Tot. Eigenlijk het in beeld brengen van de geschiedenis van een vestingstad. De ene stad is ouder dan de andere, maar de geschiedenis van de stad eigenlijk in beeld brengen door middel van levende figuren, niet alleen uit een boekje. Wij zijn eigenlijk op visite vandaag bij de tante van Thijs. En wij hoorden dat er vandaag het evenement met ridders was. Dus dan moeten we deze kant op komen. Dus vandaar. De geschiedenis van de stad die herleeft eigenlijk. En voor het publiek en ook de deelnemers die dit als een hobby hebben,
Die vinden het heel leuk. Het publiek is al dol op dit soort festiviteiten. Zijn jullie al klaar om te vechten? Ja, want we hebben hiervoor ook al een training gedaan. En dat was met geweren. Okay. En is het leuk vandaag om hier te zijn? Ja, ik vind het hartstikke leuk. Ik hou heel veel van soldaten en dit is dan echt een hele eer voor mij. Ik weet het niet meer. Mijn haan die moet ik in veiligheid brengen. Jongens, hey, maak het je weg op. Ze gaan belegeren, hoor. Welkom bij Seventh Sunday. Arab. Wat ik aan het doen ben. We gaan een mooie dag van maken vandaag. We hebben schitterend weer. Allemaal nette mensen bekijken. Hij is gevaarlijk, maar die is zon. Ben je goed in smeren, ja. Je bent even op aan het laden. Ja, nogal. Is vermoeiend. Ja, 2 dagen wel. Je was gisteren ook al hier. Ja, ik was gisteren bij Harmony of Hardcore. Ja, superleuk. Een lekker weertje, hè? Dus altijd mooi. En wat is er nou mooi aan deze muziek? Nou, je hebt van alles wat. Gisteren zijn we op Harmony of Hardcore geweest. Het is alleen maar hardcore. En nu heb je gewoon van alles wat. Dus ja, dat is super, hè? En nu? En nu gaan we feest vieren. Gezellig. Mooi weer. Leuke muziek. Leuke mensen. Ja, leuk. Kom hier al, Sascha. Ja, wat vind je leuk dan? Ja, gewoon de sfeer. Alle muzieken, stijlen. Alles. En goed blijven drinken, hè? Jazeker. Dankjewel. U komt even de bloemetjes buiten zetten. Ja. Hoe is het hier vandaag? Ja, super. Mooi weer. En lekker dansen? Ja, heerlijk. Ik vind het wel gezellig hier. Wat zeg je? Ik vind het wel gezellig hier. En de muziek en de sfeer? Nou ja, deze muziek vind ik niet zo leuk. Smakelijk? Ja, heerlijk. Een beetje op krachten blijven. Ja, een beetje lengje aan wel de trek, hè. Moet je tussendoor even wat eten. Wat vind je ervan vandaag? Ja, ik vind het heel leuk. Ik ben er nog nooit geweest, maar ik vond het echt heel leuk. Een leuke uitstraling. Ja, geweldig. Heel leuk. Jij komt volgend jaar terug? Ja, ik kom volgend jaar terug. Brabant bulkt van de evenementen in deze periode van het jaar. Er is heel veel te doen en wij hebben daar de volgende tips uitgepikt. Een campingfestival met een grote variëteit aan activiteiten. Dat is Mandala in de bergen in Wanrooij. Met kunstenaars, weldoeners, entertainers en artiesten. Muziek, kunst en theater 3 dagen lang met overnachtingen in de bossen. Lekker meezingen met Django, Jan Smit, Corrie Konings, John de Bever en Frans Bauer. Dat kan zaterdag en zondag tijdens het Festival van het Levenslied in Tilburg. En dit jaar een bijzondere editie, want het Levenslied ontmoet klassiek met een 50-koppig orkest. En bij de schaapskooi in Sint-Antonis is zondag het Schaapskeerdersfeest. Een feest in het bos met veel activiteiten voor kinderen en volwassenen. Zo is er onder meer een wolstraat waar te zien is hoe wol uiteindelijk tot kleding wordt verwerkt. Wil jij ook jouw evenement in Zinderend Zuiden? Mail naar evenementen@omroepbrabant.nl.